Een tweelaag tegen Heerenveen. Pak je dat als blok aan? Tweede wels? Of gaan jullie wel heel erg wedstrijd voor wedstrijd? Nee, wedstrijd voor wedstrijd. Is denk ik ook verstandig. Omdat na aanleiding van deze wedstrijd kunnen wij of Heerenveen weer wat aanpassingen doen. In opstelling, in tactiek. Niet in de grote lijn, maar misschien in de details. En ja, de uitslag is natuurlijk ook belangrijk. Dus dat kun je nu nog niet weten. Dus dan heeft het ook geen zin om je daarop voor te bereiden. Het enige wat we wel gaan doen is dat we zaterdag ook wel wat aandacht aan penalties bijvoorbeeld besteden. Ja, omdat dat dan toch een ander verloop kan hebben dan bij een normale wedstrijd. Ja. Je zei net voordat we het interview begonnen, we trainen vanmiddag en dat is met een reden. Ja, normaal trainen we altijd 's ochtends om 10:30 of om 11:00. Maar omdat wij pas zondagavond wisten wie onze tegenstander zou worden, hebben we gewoon David Jong, onze videoanalist, tijd nodig om de beelden en de bespreking van Heerenveen voor te bereiden. En dat hebben we vanmorgen gedaan met de staf. En daarom trainen we morgen. En dat kan ook makkelijk. Wetende dat het dus Heerenveen nu is, hoe zwaar is die kluif wat jou betreft? Nou ja, het is een herhaling van zetten in de competitie. Hebben zij 4 punten gehaald tegen FC Twente en ja, dan liggen wij er gewoon uit. Qua voetbal zat er wel meer in die wedstrijden, beide wedstrijden. Ik vind Heerenveen vind ik wel. En ik heb ook het gevoel dat die er ook echt voor gaan. Dat is wel echt een. Ik vind het wel een goede, lastige ploeg in ieder geval. Alleen ja, wij moeten gewoon zorgen dat we de vorm die we hebben, dat we die vasthouden. Ja, de competitiewedstrijden. Die uitwedstrijd, is dat wel een van de wedstrijden waar je later ook wel vaker naar hebt gewezen van daar hebben we onszelf tekort gedaan? Ja, dat hoefde ik niet te doen, want dat deden anderen wel voor mij. Dat is wel een van de wedstrijden, maar zo zijn er wel een heel aantal wedstrijden geweest. Maar soms vergeten wij ook wel eens dat je niet in het leven en ook niet in de voetballerij en zeker niet in de voetbalwedstrijd alles onder controle hebt. En dat de uitslag niet altijd is wat de verhoudingen op het veld zijn. En daar hebben we onszelf misschien wel eens wat tekort gedaan of dat het af en toe ook wat tegen zat. Je zegt net, ik heb het gevoel dat zij daar ook echt wel voor gaan. Hoe groot is die honger bij jouw eigen ploeg als je dat een beetje proeft? Ja, als je kijkt naar de laatste wedstrijden, dan staat het gewoon hartstikke goed op. Ja, want dan als iemand weer over uitwedstrijden wil beginnen, dan hoef je ze alleen maar op de laatste twee te wijzen? Ja, over het hele plaatje, dat konden we niet meer rechtzetten. Maar dat hadden we eigenlijk wat vaker moeten doen. Maar ja, de vorm is ook is heel goed, het vertrouwen is groot. We hebben een behoorlijk fitte selectie. Dus wat dat betreft zijn er een heel aantal positieve voorwaarden. Behoorlijk fit. Is het dan alleen nog steeds Bruns of is er inmiddels iets bijgekomen? Nou, voor morgen is Enes Salah Eddin er niet bij. Die heeft wat knieklachten en ik hoop dat op korte termijn weer beter wordt. Want anders is het seizoen voorbij. Dit is misschien een beetje een gekke vraag, want het is makkelijk praten. Omdat jullie nu de hoogst geclasseerde ploeg in de play-offs zijn. En voor de laagst geclasseerde ploeg is het juist een mooie escape route nog. Maar wat vind je eigenlijk van dat hele fenomeen play-offs? Dat nu met zo'n puntenverschil, zou je dan niet gewoon zeggen aan het eind van het seizoen, ja, zoveel punten meer, die verdienen het ticket meer? Ja, dat vind ik echt zo'n onzin altijd. Als wij achtste waren geweest, als wij Heerenveen waren geweest, dan ben je hartstikke blij dat je nog play-offs speelt. Het is gemaakt om de spanning wat langer vast te houden in de competitie. Als het aan mij ligt, waren de play-offs al een aantal jaren afgeschaft. Omdat ik vind dat spelers te vaak te weinig rust hebben in de zomer. Zeker als je bij nationale elftallen zit of vertegenwoordigende elftallen. Ik heb ook het gevoel dat het publiek de laatste jaren er niet zoveel meer op afkwam. Alleen, het zou mij niks verbazen als dat bij Twente anders is. Dat het weer vol of bijna vol is tegen Heerenveen zondag. In ieder geval ook uit. Het uitvak is vol. Volgens mij gaan de thuiskaarten ook al heel hard. Je hebt wel eens gezegd van als ik hier straks weg ben, ja, die thuiswedstrijd ga ik wel echt missen. Maar je kan het misschien nu met twee verlengen. Neem je dat dan nog iets extra in je op? Ga je daar een beetje bij stilstaan? Nou, ik heb wel ook mezelf voorgenomen. En dat hebben we ook heel goed gedaan. Dat hebben de spelers ook heel goed gedaan. De thuiswedstrijden waren gewoon een genot om naar te kijken. En als je wint en als je goed speelt, ja, dan geniet je daar echt van. En ja, dat doe ik ook. Maar dat neemt niet weg dat het niet iets is dat je zegt van straks dan ben ik niet trainer van een club en dan heb je dat niet. Nee, ik geniet er wel van dat zo naar het einde toe gaan. Ja, mooier kan het niet. Het enige wat er nog bij hoort is eigenlijk een Europese plek.
tot slot dan. Salahdin en Bruns, ben je zelf ook wel helemaal fit naar de koprol zondag? Ja, als een koprol was, was die ook echt onvoldoende uitgevoerd. En vroeger kreeg je altijd bij turnen nog steeds zo'n waarderingscijfer. Ik denk dat het een 2,2 of zo was. Maar ja, ik zei het al, als je geniet en als je... Ja, ik vond het toch ook wel... Ik wilde eigenlijk helemaal niet meelopen, want dat doe ik niet met de ereronde. Omdat het ook niet de laatste wedstrijd is die we thuis spelen. Maar ja, Ramis die zegt, meelopen trainer en die duwde mij naar voren. En ja, de waardering van het publiek, dat was toch ook wel heel mooi. En ja, dan wil je ze ook iets teruggeven en dat doe ik dan op mijn eigen vreemde manier.